Mijn naam is Jeroen, ik kom uit Roosendaal en ik schrijf voor Disco Boys. Disco Boys is een van Nederlands populairste techblogs. We schrijven onder andere over social media, interactieve marketing en technologie. We gaan de Nissan Leaf 30 minuten opladen, tegelijkertijd met een laptop. En dan gaan we kijken welke van de twee het langste volhoudt. En ik heb iemand gevonden die de uitdaging aan wil gaan. Dit is Roos. Waar gaan we heen? We gaan naar het Kasteelplein in Breda. Mooi kasteel. Ik met de auto en jij hebt de laptop. Deal. Hey, wij zijn er klaar voor om te beginnen. May the best man win. Ik zou zeggen game on. Ik weet zeker dat ik win van Jeroen. Het rijdt lekker vlot. Het is redelijk geruisloos. Stuurt lekker, goed zicht. Ja, zijn jullie al ver of niet? Wij zijn er bijna, en jij? Ja, bij mij duurt het nog wel even. Oké. Okay. Dit is echt best wel heftig, hè? Dit is echt heel heftig. Mis. Zo, bestemming bereikt. Oh jee, ik ben heel benieuwd hoeveel batterij ik nu nog heb. Volgens mij loopt dit echt als een tierenlier leeg. Hey, hoe ver ben je? Ik zit op de Molenstraat en ik denk dat ik ergens iets halverwege ben. Waar ben jij? Oké, ja, wij zijn er al. Niet. Dus het blijkt dat de Nissan Leaf de challenge gewonnen heeft. Oh. Nou ja, ik ga nog wel even kijken hoe het eindbeeld is, dat ik het in ieder geval zie. Maar, dat is goed. Ja. Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Nog 79 km actieradius. Dat is nog genoeg vanuit hier naar Eindhoven. Hé, wij gaan nog even een rondje rijden om in ieder geval de batterij op te maken. Dus dan zien we jou straks. Nou, hij is nog steeds niet op, dus we rijden nog maar een paar rondjes. Nou, we zijn terug bij Roos. We zullen gaan kijken hoe ver zij is. Hey, Roos. Wow. Hoe gaat het hier? Zijn we nu al terug? Ja, wij zijn er inmiddels al weg. Nou, we hebben de Nissan Leaf maar een korte tijd opgeladen. En zo blijkt, je kan er best veel mee doen. In tegenstelling tot mevrouw hier met de laptop.